Morgen start het EK schaatsen in Tialf. Voormalig Olympisch kampioen Stefan Groothuis kende extreme hoogte- en dieptepunten in zijn carrière en gaf zijn leven een totaal andere wending. Annemarie Havenkamp, zij schrijft prachtige columns over haar meervoudig gehandicapte zoon Job. Ze leeft met haar gezin sinds maart in lockdown. Annemarie snakt naar een coronavaccinatie voor haar zoon, haar kwetsbare zoon. En burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, over het gevallen kabinet, wel of geen avondklok en over perspectief. Want dat willen we namelijk allemaal. Welkom bij deze Week van Gelderland. Ja, terwijl het kabinet gevallen is, krijgen we corona er maar niet onder. En nu dreigt de Britse variant het nog moeilijker te maken. Komt er nu wel of geen avondklok als extra maatregel? En waarom ziet Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, dat eigenlijk niet zitten? Laten we even beginnen bij de val van het kabinet. Want was het onvermijdelijk, meneer Bruls? Nou ja, niets is onvermijdelijk dat het zover is. Maar ik denk niet dat we met z'n allen, ik in ieder geval niet echt verrast waren toen we het nieuws een paar uur geleden hoorden. Het werd natuurlijk wel heel erg aangekondigd. En zeker na het vertrek van Lodewijk Asscher als PvdA-leider werd de druk natuurlijk allengs groter. Dus nee, verrassend was het niet meer. Maar hoe zit dat nou met dat coronabeleid? Denkt u? Hoe gaat dat nu dan verder? Ja, is lastig te zeggen. Kijk, premier Rutte heeft bij de verklaring over de val van het kabinet gezegd dat er twee onderwerpen zijn waarop het vol doorgaat. Dat is enerzijds natuurlijk het afhandelen van de toeslagenaffaire en met name het goed helpen van de ouders die erdoor getroffen zijn. En het tweede is de coronacrisis. Dus je zou bijna gaan zeggen dat we een staatsrechtelijk novum gaan bereiken. We hebben een demissionair kabinet, behalve op twee onderdelen. Dat moet op zich kunnen. Kijk, een heleboel mensen in de Kamer, ook buiten de coalitie, hebben gezegd van op coronagebied gaan we het kabinet natuurlijk gewoon beoordelen op de daden. Maar dan behandelen we het kabinet gewoon als een volwaardig kabinet. Wat je niet kunt inschatten is, wat doet het nou eigenlijk in de verhoudingen politiek, ook psychologisch. Hè? Kijk, ik zat dinsdagochtend bij de ministeriële crisiscommissie van mijn rol als voorzitter van het Veiligheidsberaad. En daar merkte je er niks van. Dat ging heel erg of een avondklok, een andere maatregel. Nou ja, alles wat er zo speelt. Door. En toen ging ik terug naar Nijmegen. En toen bedacht ik mij onderweg 's middags van, die hebben ook nog vanavond intern beraad over die toeslagenaffaire. Dus ze wisten dat heel erg goed te scheiden. Dat vond ik wel knap, moet ik eerlijk zeggen. Maar hoe werkt dat nu door, nu het toch het hoge woord eruit is? Hoe gaat het in die verhoudingen? Want mij lijkt, als je hebt aangekondigd, ik ben eigenlijk demissionair, dus er moet een verkiezing komen. Nou, die waren toch al gepland, dus dat komt goed uit. Wat is je gezag eigenlijk dan? Hoe volwaardig is een volwaardig kabinet op corona nog? Dat is dus wel lastig. Kijk, ik hoop natuurlijk vanuit de coronabeschrijving, want het zou goed zijn voor ons allemaal, dat het kabinet durft te handelen. Nou ja, dat gaan we nu al merken. Bijvoorbeeld rondom zo'n avondklok. Maar daar gaan ze dit weekend echt over hebben. Of ze het voorstel nu echt of wel of niet gaan doen. Dan zul je dat al gaan merken. Hè. Hoeveel gezag, hoeveel macht eigenlijk kun je dan nog uitoefenen in je relatie naar het parlement en de samenleving. Dat zal spannend zijn. Maar we hebben er wel belang bij. Ondanks de volledige ernst en de ernstige consequenties die in het toeslagenrapport van de Kamer zijn uitgedrukt en die uiteindelijk deze val van het kabinet noodzaakten. We hebben natuurlijk wel belang bij dat er een kabinet is wat kan regeren, juist op het gebied van corona. We kijken even, want er is veel gebeurd de afgelopen week. Niet alleen de val van het kabinet. Dit is nog niet het einde van de crisis. Het is wel het begin van het einde. Het was me het weekje wel. We hebben vandaag moeten besluiten de lockdown met 3 weken te verlengen. Scholen blijven dus langer dicht en de horeca blijft voorlopig op slot. En alleen essentiële winkels mogen open blijven. En voor veel mensen ook een ongelooflijk lastige boodschap. Laten we hopen dat het echt bij die 3 weken blijft. En terwijl ondernemers uit man en macht hun hoofd boven water proberen te houden, is er ook nog die andere besmettelijke variant van het virus. En alle cijfers zijn misschien nu wel ietsje lager dan ze vorige week waren, maar geruststellend zijn ze allerminst. Vooral ook vanwege die nieuwe variant van het virus, de Britse mutant. Toch gloort er ondanks alles ook licht aan het einde van de tunnel. De GGD's in Gelderland starten vandaag met het vaccineren van zorgmedewerkers. Hallo, goedemiddag. Het is een ingewikkelde logistieke operatie omdat die vaccins zo op verschillende manieren aangeleverd worden. Maar het prikken zelf is natuurlijk niet ingewikkeld.
Maar na 10 maanden heen en weer geslingerd te worden tussen een lockdown, verruimingen, opnieuw een lockdown, vraag je je af waar dit eindigt. Zeker nu er zelfs gesproken wordt over de invoering van een avondklok. De laatste keer dat dat gebeurde was in de Tweede Wereldoorlog. Er is heel veel weerstand tegen, ook bij mijzelf en ik denk bij iedereen in Nederland. Niemand zit hierop te wachten. Ja, we hebben nu dus ook te maken met die Britse variant. Hè. Het maakt het allemaal nog veel erger. Veel mensen denken een volwaardig kabinet zou dat moeten doen. Want een demissionair kabinet kan er eigenlijk niet meer genoeg doen. Hè. Annemarie, wat denk jij? Ben jij daar ook bang voor dat een demissionair kabinet eigenlijk niet de macht heeft om hiermee door te gaan? Nou, kan je eerlijk zeggen dat het totaal niet mijn expertise heeft. Dus kan ik hier iets zinnigs op zeggen? Gewoon als mens, zeg maar. niet als expert. Als mens, ja. Nou ja, ik ben natuurlijk, er zullen partijen zijn die het allemaal proberen onderuit te halen. Daar ben ik wel heel, de slagkracht zal verminderen, maar dat weet de burgemeester misschien beter. Ik vind het wel zorgelijk, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar nogmaals, het is niet mijn expertise. Ik heb ook geen ervaring met het verleden, hoe dit ging. Ja. Het is één keer eerder gebeurd, hè? Toch? Wat is deze situatie? Een kabinet dat aftreedt net voor de verkiezingen. Ja. Ja, maar er zijn ook kabinetten die dan bedenken van we gaan gewoon door eigenlijk. Hè. Nou, en niet Balken in crisistijd, niet zoals nu natuurlijk. Precies. Dit is wel uniek. Ja. Nee, maar goed, kijk, het kan natuurlijk wel. Kijk, juist omdat zo'n crisistijd is er natuurlijk wel voor een kabinet wel veel meer reden om te zeggen van hey, als je nu als Kamer op de rem gaat zitten, ja, weet je, dan gaat het helemaal kapot. Hè. Dat zie je ook wel in de reacties. Uit de bevolking. En heel veel mensen zeggen van laat ze alsjeblieft dan wel doorgaan. En dus het kan wel. Maar nogmaals, daar zit ik ook niet bij hoor. Daar hoef je geen expert voor te zijn. U zit wel bij iets anders. U zit bij dat veiligheidsberaad. Tussen die menselijke verhoudingen tussen Tweede Kamer en kabinet. Ja, dat vind ik heel spannend. Vooral de komende dagen. Ja, waar gaat dat naartoe? Ja, u zit wel bij de veiligheidsberaad. Hè? En, u bent al ooit omschreven als de machtigste man van Nederland. U blijft dat steeds. Dat is niet de reden waarom ik kom. Dat is niet mijn mening. Ik word er niet gelukkig van. Nee, dat snap ik. Maar wordt die positie niet nog sterker nu? Nu er een demissionair kabinet is dat eigenlijk niet meer zoveel te vertellen heeft. Zit u als veiligheidsberaadvoorzitter natuurlijk uit de wind en kunt u gewoon het beleid maken? Nee, zo werkt het niet. Zo heeft het ook nooit gewerkt. Kijk, ik en mijn collega's en ik, wij maken niet dat beleid. Wij hebben daar wel invloed op en we geven er opvattingen over. Omdat wij wel verantwoordelijk zijn voor al die politiemensen, BOA's, maar ook mensen van de GGD die het moeten uitvoeren. Ik bedoel, ze hebben het land nou eenmaal georganiseerd. Wij moeten die handhaving ter hand nemen. Dus wij geven wel aan van iets wat wel of niet goed is. Maar de meeste maatregelen, echt waar hoor, die komen echt wel vanuit de koker van het kabinet. Ik denk wel dat het zo is, nu we hier in deze fase zitten, ook midden in de winter nog. Hè. Bedoel, het is geloof ik maandag zelfs Blue Monday. Ik ken dat alleen maar van een mooi nummer van de Britse groep New Order, maar dat schijnt ook een begrip te zijn. Het drukt wel heel erg uit van korte dagen natuurlijk, duister, je moet binnen blijven. Dat virus gaat om ons heen. Waar wij nu ook heel erg op hameren bij het kabinet wel. Ga nu wel werken aan scenario's als die lammetjes weer in de wei gaan rondspringen. Als dat licht er wel gaat komen. Hè. Dus ga bijvoorbeeld ook al eens voorzichtig kijken hoe je bijvoorbeeld evenementen coronaproof kunt organiseren. De horeca coronaproof kunt opendoen. Want dat is nu wel nodig om mensen mee te nemen. Ja, het perspectief en de lammetjes. Okay. We gaan het er straks over hebben. Maar we gaan eerst even naar Groot-Brittannië. Want daar spraken we eerder vandaag met de Arnhemse dominee Bert-Jan van der Lagemaat. Hij woont en werkt in Londen en hij ziet daar hoe die Britse variant huishoudt. Het is hier ook in die zin beangstigend, want de ziekenhuizen kunnen het op het moment gewoon eigenlijk haast niet meer aan. Hè. Waarschijnlijk hebben jullie ook wel beelden gezien van rijen ambulances die staan te wachten met patiënten, totdat die patiënten opgenomen kunnen worden. En nou ja, dat is natuurlijk heel zorgelijk en ook dat al het andere werk wat er in ziekenhuizen gebeurt, dus de normale behandelingen, liggen ook allemaal zo goed als stil. En dat is zeker voor de komende maanden heel verontrustend. Ik zou natuurlijk graag in ieder geval voor even terug kunnen gaan naar Gelderland om mijn familie in Arnhem op te zoeken. Want die heb ik inmiddels meer dan een jaar niet meer in levende lijven kunnen zien. Gelukkig kun je tegenwoordig natuurlijk wel videobellen, maar ik zou ze heel graag weer eventjes in het echt kunnen zien en spreken. Ja, meneer Bruls, hoe kunt u aan perspectief denken als u dit hoort? Hè? Want dit komt waarschijnlijk ook onze kant op, deze Britse toestand.
Daar moeten we rekening mee houden of dat zo is. Want hè, Jaap van Dissel van het RIVM zegt ook, we hebben één voordeel vergeleken bij de Britten. Dat wij al sinds half december in een lockdown zetten. Bedenk, de Britten hadden de poort rondom kerst en zo wel behoorlijk open gezet. Ik zag opeens bij voetbalwedstrijden, daar hebben duizenden mensen in een stadion zitten begin december. Dus we hebben wat voorsprong, maar die kan heel snel verdwijnen. Dat zag je in Groot-Brittannië, maar ook in Ierland. Dus dat de lockdown verlengd wordt, hoe pijnlijk dat ook is voor ons allemaal en voor sommige mensen in het bijzonder, daar sta ik ook volledig achter. Mm-hmm. Waar het nu om gaat is wel precies kijken, wat moet je dan nog aanvullend doen? Dus niet te snel allerlei maatregelen bedenken waarvan je niet kunt zeggen, dat gaat daarvoor helpen. Waarom is dat van belang? Als een maatregel niet kan helpen, als je daar niet het vertrouwen hebt, hoe kan ik dan tegen mijn burgers zeggen, u moet aan die maatregelen gehoorzamen en hier is de politieagent om u een boete te geven. Dus maar dat hangt over wel de samen. Avondklok. Nou, bijvoorbeeld, dat is er eentje. Maar er zijn natuurlijk ook meer dingen te noemen. Dus je moet wel een overtuigend verhaal hebben, in ieder geval een overtuigender verhaal dan wat ik tot maandag heb gehoord, voordat je dat soort zware maatregelen gaat doen, zoals een avondklok. Nou, heeft u gezegd, ik wil perspectief bieden. Dat zei u net voor het filmpje. Wat voor perspectief dan? Ik denk dan, ja, hoe kun je nou perspectief bieden in een crisis? Nee, klopt. Nou ja, toch eens vind ik onze opgave als degene die vanuit de overheid met die crisis bezig zijn om ook een bepaalde leiderschap te tonen. Dan doe je ook niet door vandaag te zeggen, op 1 april springen wij met die lammetjes in de wei. Want dat is onzin. Daar zit je de burger iets voor te houden waar je heel veel spijt van gaat krijgen. Ik bedoel, dan ben je niet anders dan een populist die zegt, hey, we gaan iedereen rijk, terwijl dat nooit zal gebeuren. Maar je moet wel werken aan de scenario's dat je daar rekening mee houdt. Ik geef je het voorbeeld van evenementen. Ja. Iedereen snapt dat je op dit moment niks kunt organiseren met veel mensen bij elkaar. Of dat nou binnen of buiten is niet voor niets houden sportwedstrijden zonder publiek. Allemaal heel vervelend. We zitten niet voor niets binnen, sommigen zelfs de hele tijd. Maar je kunt er wel naar werken om straks evenementen mogelijk te maken die coronaproof zijn, waar je op 1,5 meter kunt functioneren. Als je dat nu niet gaat voorbereiden en je begint er pas in maart mee, dan voorspel ik één ding, dan gaat die vierdaagse sowieso niet door. Ja. Want dan hebben we niks voorbereid. Ik denk alleen dat er MKB'ers zitten te kijken en horecaondernemers die denken, ja hallo, weet je wat voor maatregelen ik al genomen heb? Ik ben al lang voorbereid. Nou ja, horeca vind ik ook een goed voorbeeld. Daar zitten best wat mogelijkheden om daar verschillend mee om te gaan. Niet elke organisatie. Strategieën. En daar moet je nu wel op voorbereiden. Dat gesprek voeren wij bijvoorbeeld ook met Horeca Nationaal, om ons daar wel op voor te bereiden. We vroegen in ieder geval een aantal mensen op straat in Zutphen even. Wat vinden zij nou eigenlijk van de maatregelen, met name van die avondklok? Ja, ik vind het eigenlijk, om zo hard te zeggen, een beetje heel erg flauw. Nou, ik denk in sommige situaties dat ik dat wel een goed idee vind. Ja? Als ik dan s'avonds zie of een jongen er op straat zijn en samenkomen, dan denk ik, nou, is dat misschien wel beter. Maar ik weet niet of de avondklok de oplossing is. Want dan gaan mensen gewoon 's middags bij iedereen op de thee. Even volhouden. Ja, dat is het, hè? Ja. Maar je bent niet per se tegen een avondklok? Nee. Het is allemaal al zo beperkt. En als je dat ook allemaal nog weer gaat doen, dus ik vind er een beetje op tegen. Dat kan een goede maatregel zijn, maar het wordt wel lastig thuis. Ja? Ja, we willen toch graag 's avonds naar buiten. En dan ook nog met die avondklok. En ik denk alleen maar als we dat nu gaan doen, dat het eigenlijk alleen maar erger gaat worden zo meteen. Welke oliebol bedenkt had. En jongens, het is een keer goed. Het is een keer genoeg. Ja, welke oliebol bedenkt dan? En in januari nog een oliebollenkraam, hè? Dat kan dan weer wel. Ja. Ja, nou ja. Velen zullen haar kennen van haar columns in de Gelderlander. Annemarie Haverkamp schrijft openhartig, warm en met humor over het dagelijks leven met haar meervoudige gehandicapte zoon Job. Annemarie, vertel eens over Job. Wat is dat voor vent? Wat is dat voor manneke? Ja. Het belangrijkste is toch ook in dit soort tijden dat het wel een heel vrolijk, tevreden manneke is die al sinds maart grotendeels thuis is en dat eigenlijk heerlijk vindt. Mm-hmm. Dus degene die dat iets minder leuk vinden, dat zijn zijn ouders. Ja. Maar hij is... Normaliter gaat hij overdag naar speciaal school. Onderwijs. Speciaal onderwijs. Ja, speciaal onderwijs. Ja. Job is een jongetje dat is geboren met een zeldzame chromosoomafwijking. Dat betekent dat hij verstandelijk beperkt is, behoorlijk. Hij is een niveau van, kindje van 3, denk ik. Dus veel herhaalgedrag. Maar hij kan wel een beetje praten. Dus hij kan ook ons duidelijk maken of hij wil drinken. Of hij de iPad wil, wat hij heel vaak ons duidelijk maakt. Verder heeft hij een lastig lichaam. Er zit weinig progressie in ook. Hij kan niet staan, hij kan niet zelf zitten. Hij draagt een corset. Zijn rug is heel krom. En daardoor zitten zijn longen, die dus...
zitten in de verdrukking. En eigenlijk is dat zijn grootste mankement, ook als je het relateert aan corona. Nou schrijft hij prachtige columns over Job en af en toe zijn ze ook hilarisch. Zou jij een stukje voor willen lezen uit een van je columns? Ja, het is niet de column van deze week. Dat moeten we er misschien even bij zetten, want anders lijkt het zo. Als Job kon stemmen, stemde hij op Mark Rutte. Hij ziet hem inmiddels als een favoriete oom die aankondigt dat we de komende tijd alleen maar leuke dingen gaan doen. Dinsdagavond klokslag 7 uur zaten we met het hele gezin voor de beeldbuis. Zodra Rutte in beeld kwam, wist Job genoeg. Thuis blijven, riep hij. Niet naar school, alle mensen ziek. Jammer. Net als de vorige keren dat we samen naar de persconferentie keken, maakte de baas van Nederland ons kind blij. Opnieuw zouden voor Job gouden tijden aanbreken. Voor hem voelt het helemaal niet of dingen hem worden ontnomen, integendeel. Dat het virus speciaal voor hem levensgevaarlijk kan zijn, realiseert hij zich niet. Ja, hij is dus fan van Rutte, hè? Hij is groot fan. Ja. Gisteren, dus ik zei erbij, dit is niet de column van deze week, maar afgelopen dinsdag was het weer zo. We zaten dus te kijken naar de persconferentie. En vanaf het moment dat Rutte begint te praten, begint mijn zoon dus al te roepen, niet naar school! Dus dat is voor hem, en dat is natuurlijk het gekke. Voor hem is het één groot feest en wij zitten ons met zorgen te maken. Ja, ben jij ook nog zo'n fan van Rutte? Nou, die niet levert waar je zo naar smacht, zeg maar. Ben ik zo fan? Ja, mijn blik is meer gericht op Hugo de Jonge, moet ik zeggen. Daar heb ik meer oog. Fan van Rutte. Ja, was ik fan van Rutte? Ik ben ook geen fan van Hugo de Jonge. Maar nee, maar het gaat mij erom. Ze leveren niet wat je wil hebben. Ze leveren op dit moment niet. Jij wil een vaccinatie voor Job. Nou, we hebben toch wel ernstig het idee dat er een groepje vergeten is. En helaas zitten wij in dat groepje. En dat is ook wel vaker zo. Er is nou eenmaal een groepje mensen met gehandicapte kinderen thuis die heel hard hun best doen om alles draaiende te houden. En dat zijn ook niet de grootste schreeuwers, zeg maar. Nou, bij deze. Wow, kom op. Ja, met deze. Nee, maar, zijn al even bezig. Als hij in een instelling had gewoond. Ja. Had hij een vaccinatie gekregen. Ja, het beleid is zo opgesteld dat inderdaad verzorgingshuizen, ziekenhuizen. En instellingen voor gehandicapten. Die zaten allemaal netjes in het schema. En de thuiswonende gehandicapten, dan ga je zoeken. Waar komen wij? En die zitten er dus niet in. Gewoon niet. Dan niet ben je gewoon als een van de laatste kun je in de rij gaan staan. Ja, nou is het natuurlijk wel zo dat mensen tussen 18 en 60 met een medische indicatie ook tegelijkertijd opgeroepen worden. Maar Job is hoe oud? Mijn zoon is 16, dus die zit ook daar niet bij. Ja. Plus, staat er überhaupt niet in. En je hebt natuurlijk ook nog allemaal medewerkers die thuis in de zorg rond zo'n gehandicapt kind werken. En die stonden er ook niet bij. Mm-hmm. Daar is nu net wel verandering in gekomen. Dus er is enig licht, ook in jullie tunnel, begreep ik. Ja. Hey, vertel eens, hoe is jullie leven veranderd door de coronacrisis? Ja, gigantisch natuurlijk. Kijk, ik werk fulltime en mijn man werkt parttime. De eerste maanden, dus vanaf maart, wij zaten al net iets eerder binnen dan de lockdown officieel gold, zeg maar. Toen vonden we het al te spannend met die longen van Job. Dus we zijn thuis gaan zitten. Mijn man is fulltime bij Job gaan zitten. Ik heb toen een huisje gehuurd van waaruit ik kon werken. Een vrijstaand huisje zonder besmettingsgevaar, zeg maar. Ik werk normaal op de universiteit, maar ik wilde echt niet in de buurt zijn van mensen. Mijn werk doe ik nog gewoon. Mijn man heeft toen dus heel lang bij Job gezeten. De meiden die voor hem zorgen thuis na school, die hebben we gevraagd niet meer te komen. Dus die hebben wel netjes doorbetaald gekregen, maar hebben niet meer gewerkt. En toen hebben we echt tot de zomer helemaal niemand bij ons binnengelaten. Echt niemand. Er hangt bij ons een briefje op de deur of de pakketbezorgers. Alsjeblieft de boel buiten zetten. We pakken het zelf wel weer naar binnen. Dus aanbellen mag nog net wel. Dus dat hebben we gedaan. Na de zomer zijn we iets gaan versoepelen. Toen leek het even de goede kant op te gaan. En toen zijn de meiden die voor hem zorgen wel weer binnengekomen. Dat zijn er dus drie. Mm-hmm. Dus dat is een klein risicootje. Die werken ook in andere gezinnen. Van mij is er eerlijk gezegd niet zoveel veranderd. Ik ga nog steeds naar een kantoor. Alleen is dat kantoor niet meer op de universiteit. Maar dat is een huis wat ik van mensen mag lenen, zeg maar. En alleen als de gaten vallen in die grote zorgplanning die nu geldt, dan kom ik. Maar de school, ja, die begon eventjes in september. Toen zijn we ook weer mee gaan doen. Maar dat duurde maar heel even. En nu zit hij thuis. Als u dit nou hoort, meneer Bruls, u zit aan tafel bij de beleidsmakers, de coronadeskundigen. Hoe kan deze groep nou sowieso zo tussen de wal en het schip raken? Ja, ik vind het een heel indringend verhaal, maar of ik het tussen wal en schip zou willen noemen, weet ik niet. Kijk, het kabinet baseert zich op adviezen van de gezondheidsraad. Daar zitten alle
mag ik aannemen. Ik bedoel, ik zit daar totaal niet bij. Ik heb er ook geen verstand van. Daar zitten de gezondheidsdeskundigen aan tafel. En die zijn dus wel een groep vergeten. Nou, dat heeft Jammers gisteren zelfs. Er zijn natuurlijk meer ouders die zich hiermee bezighouden. En ik zag gisteren een Instagram antwoord van Gommers. Ja. Dat hij zei, inderdaad, hier moeten wij iets aan gaan doen. Ja, maar goed, nu deze meneer genoemd worden. Ik wil hier best wel publiekelijk zeggen dat ik me wel heb verbaasd. En dat deel ik wel, mevrouw Haverkamp. Ik heb me er echt wel aan verbaasd en ook wel aan gestoord dat de professionele specialisten die meneer Gommers vertegenwoordigt via televisie hun lobby instarten, dan lijken ze hun zin te krijgen. En dat week af van het advies van de Gezondheidsraad. En dan snap ik heel goed dat mevrouw Haverkamp, ik heb inmiddels de huisarts al gehoord. Ja. De leraren heb ik al gehoord. Ja. De politie, de BOA's opeens ook. Badmeester. En dat krijg je. Dat krijg, ook al. Ja, maar dat krijg je dus als je toegeeft. Ja, ik kan niet anders zeggen dan een lobby vanuit speciale ziekenhuizen. En inderdaad, er zijn groepen deze. Ik zat ook te denken. Kijk, want de consequentie van dit alles is niet alleen voor jouw zoon, we kennen elkaar, en ouders. Maar wat dacht u ook van de mensen in het verzorgingstehuis zelf? Want die zouden het eerst aan bod komen. Dat zou de eerste groep zijn. Ja, ja. Die groep moet nu nog beginnen, terwijl ondertussen een heleboel mensen worden gevaccineerd. En dan kan meneer Gommers en meneer Kuipers, hoorde ik ook zeggen, dat levert geen vertraging op. Nou ja, mijn directeur van de GGD zei me vorige week, dat levert op zijn minst enkele dagen vertraging op voor die kwetsbare groep. Ja. Ik heb er geen verstand van, hè? Ja. Maar als crisisbestuurder, mag ik het dan zo even zeggen, ik heb wel geleerd van elke keuze die je maakt heeft voordelen en heeft nadelen. Ja, en maar als je keuze dat, maakt, moet je hem wel volhouden. Maar deze groepen zijn, die kunnen zichzelf, die zijn heel mondig, hè? Die kunnen zichzelf laten zien. Ja, dat is dus en dat gebeurd. Is het. Dat is inderdaad, de oudere mensen en de mensen in de verpleeghuizen en de gehandicapten. Je hebt geen vakbond. Die hebben soms letterlijk geen stem. Nee, maar dan schrijf je in je column dat je het ziekenhuis insneekt en je gaat een vaccin stelen. Ja. Tekent dat jouw wanhoop? Ja. Ja, dat weet je wel. Het is zo uitermate frustrerend. De vaccin ligt in het Radboud ziekenhuis. Ja. Nou, daar ben ik in 5 minuten. Ja. Dus je weet dat daar het depot is. Daar ligt het allemaal. Ik heb allemaal mensen om me heen die goed zijn met spuiten. Die kunnen dat allemaal doen. Prima. Alleen, wij hebben het niet. En het belangrijkste is dus dat wij überhaupt niet in aanmerking komen. Omdat Job, wat je net zei, 16 is. Dus hij is 16. En vanaf het vaccinatiebeleid gaat vanaf 18. 18 dus wat doe je dan met die kinderen van 16 min? Ja. Of 18 min, tussen 18 en de 16. Ja. Er komt een nieuw advies, hè? En daar zit er misschien ook de groep waar Job in zit ook bij. Ja, daar zitten we op te wachten. Er wordt natuurlijk wel aangepast. Hè? Kijk, dat zeg ik wel ter verdediging. Vandaag was bijvoorbeeld ook een bericht dat het BioNTech-Pfizer-vaccin, ik moet dat altijd goed uitspreken, dat komt toch minder snel dan gedacht was. Ja. Dus we gaan de komende week sowieso wel meemaken dat het weer minder wordt. Maar het kan heel goed zijn dat volgende week bericht komt dat er een vaccin eerder op de Europese markt en dus de Nederlandse markt goedgekeurd wordt. Dus het zijn ook vaak nu wel koersen. Dus ik bedoel, ik hoef niet de minister te verdedigen, maar ik snap wel dat hier af en toe aanpassingen moeten komen. Het is voor iedereen nieuw. Ja, hè? Laten we hopen dat het snel geregeld wordt. Ja. Stefan, als laatste. Die urgentielijst, die is ook, neem ik aan, openbaar beschikbaar voor iedereen of niet, om in te zien en ook de redenen waarom die keuzes worden gemaakt. Dat en, advies van de Gezondheidsraad met en zo, ja, dat zeker is openbaar. Ja, dat is gewoon openbaar, want het is inderdaad heel kwalijk dat allerlei partijen voor hun eigen achterban gaan lobbyen via de media, maar die moeten wel vertegenwoordigd zijn inderdaad. Voor, die hebben geen vakbond, die hebben geen lobbygroep. Maar die hebben ouders. En columnisten. En columnisten, ja. Goed, door jongens. Dankjewel Annemarie. En ik hoop dat het toch snel geregeld wordt. En dat deze roep gaat helpen in je columns. En op internet ook. Want je krijgt veel bijval. Dankjewel. Morgen dan gaat het weer los in Tialf met de EK Allround en Sprint. Bij ons voormalig Olympisch sprintkampioen Stefan Groothuis, die het na zijn schaatscarrière over een hele andere boeg gooide. Komt ie. Bam. Dit is het. We gaan dit nieuwbouwdeel van deze woning uit 1918 binnen. Dit wordt de keuken voor de familie die hier komt wonen. En, dit is de woonkeuken en super veel glas. Ik vind het heel gaaf met het aluminium. Je overal aluminium kozijnen en heel veel glas. Dus dat is eigenlijk een hele andere stijl dan het oude deel natuurlijk. En ik vind die combinatie heel erg mooi. Ja, dat is natuurlijk altijd een kwestie van smaak. Het mooie is hier dat
koplatten, alle lijsten worden gewoon in de oude stijl helemaal hersteld. En dat is natuurlijk wel bijzonder. En boven kun je daar een voorbeeld van zien hoe het dan wordt. Zo, ja. Hier is onze kantine, mijn tasje. Een tasje van de collega. En we hebben een prima klein kacheltje erbij. En prima voor elkaar hier. Hoe is dat nou met hem samen te werken? Ja, wil dat een beetje? Ja, Steve, we hebben altijd veel inzet. En ik wil merken dat je topsport is geweest. Ja? Ja, wel heel verschil met veel jongens die gewoon in loondienst zijn. Ja, is het zo? Ja, je wil gewoon altijd meters maken en altijd gaan. Productief zijn. Het ziet er super uit, Steven. Maar hoe kom je nou van topsporter naar timmerman? Ja, dat is op zich ook wel een heel verhaal. Maar eerst ben ik andere dingen gaan doen nadat ik gestopt ben met schaatsen. Iets met sport en workshops geven. Ook verbonden aan het verhaal wat ik als schaatser meegemaakt. Of de mentale kant daarvan. Mm-hmm. Maar na 3/4 jaar dat gedaan te hebben, toen dacht ik... Ik vind het eigenlijk niet eens het leukste... wat ik misschien zou kunnen doen. Mm-hmm. Maar wat dan wel, dat wist ik ook nog niet. En toen ben ik eigenlijk gewoon gestopt met dat bedrijf. Ik wil vooral doen waar ik gelukkig van word en wat ik gewoon leuk vind om te doen. Toen ben ik met mijn achterbuurman, die ook een klein aannemerbedrijf heeft, mee gaan werken. En toen ben ik in de bouw verzeild. Meer eigenlijk een klein beetje van, ja, ik wil toch wat om handen hebben en wat doen. Maar toen was ik dat aan het doen en toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook wel heel erg leuk. Je bent en zo ook mega handig. Dat was ik niet per se, hoor. Dus nou, ja. Maar ik zeg altijd, ik heb heel veel mensen die zeggen van, ik kan helemaal niks. Ik kan helemaal niks met mijn handen. En dan zeg ik altijd, nou, ik kon eerder ook... Kijk, ik was op zich wel met mijn schaatsen, was ik ook altijd wel technisch heel geïnteresseerd. En dan deed ik wel alles zelf aan en het onderhoud ervan. En ja. Daar zit ook, nou, daar gaan we nu helemaal niet Peter, op in. Er is toch hoop, maar, eigenlijk handen. Ja, nee, ik ben niet zo'n klusser. Nee, maar je kunt het. Ja. Ik geloof dat de meeste mensen het wel kunnen leren. Alleen je ziet ook wel, nu ik het een paar jaar doe, ben ik nog steeds... een paar jaar dagen geleden sprak ik een aannemer die zei ook van... ja, als je echt een goede timmerman wil worden... dan heb je minimaal 8 jaar nodig... om alles überhaupt een keer gezien te hebben in de woningbouw. En dan heb je het nog niet eens over natuurlijk... civiele bouw of wat of andere... Is dat dan eigenlijk moeilijker dan schaatser, timmerman? Nou ja, kijk, de wereldkampioen timmeren weet ik niet. Hoe moeilijk dat is het te worden. Zou je wereldkampioen timmeren willen zijn? Nou, niet meer, denk ik. Ja. Maar natuurlijk, dat zit wel in mij. Ik wil wel altijd beter worden. Ik wil het gewoon altijd goed doen. En dat is wel met, als je zegt van, is het moeilijker? Kijk, schaatsen is op een gegeven moment... hoe ga ik dat netjes zeggen? Hoeft niet netjes. Nou, gemieren leuk op de allerlaatste timmeren detail. Timmeren toch ook? Of niet? Timmeren is dat toch ook? Jawel, alleen bij schaatsen is het natuurlijk wel dat het gaat echt continu over een heel klein stukje je slag. Een heel klein beetje verbeteren. En daar zit je winst in en daar word je wereldkampioen van. En timmeren, en de hele bouw is natuurlijk zo veelzijdig. En dat gaat van de fundering tot met de wanden ertussen, tot en met de laatste pannen erbovenop en alles wat daartussen zit. Ja. En daar valt iedere dag nog zoveel nieuws te leren. Maar je kunt nog wat herstellen. Hè? Bedoel, als je een kampioenschap bereikt. Ja, dat klopt. Is op dat moment. Dat is het spijker. Lukt mij ook met mijn twee linkerhanden om in ieder geval nog eentje eruit te halen. Ja. Terug. Klopt. Dat is wel een voordeel in de bouw. Ja. Je kunt altijd weer. En nou was jij een tamelijk succesvolle schaatser toen het misging. Hè? Je had het al over de mentale kant van het schaatsen. Je bent in een depressie geraakt. Kwam dat door dat schaatsen? Kwam dat door die topsport? Dat denk ik. Ik denk wel dat in ieder geval een bepaalde gevoeligheid zal er zeker ook mee spelen of gespeeld hebben. Maar ik denk topsport daarin wel versterkend kan werken. En dat had er wel mee te maken dat ik eigenlijk natuurlijk als jonge twintiger al het doel had. Van ik wil eigenlijk uiteindelijk de beste van de wereld worden. Ik wil eigenlijk natuurlijk, wat betekent Olympisch en of wereldkampioen worden. En dat duurde vrij lang voordat me dat uiteindelijk ging lukken. En dan reed ik een paar jaar toch op het allerhoogste niveau. En toen kreeg ik pas echt moeilijk. Daarvoor plaatste ik me wel eens voor wereldbekerwedstrijden of won ik een keer een NK. En dan weet je, oké, ik ben nog niet de beste van de wereld. Dus dan weet je, dat is in verhouding tot waar ik sta. Maar op een gegeven moment had ik wel het niveau om potentieel wereldkampioen te worden. Dan word je ook een paar keer door de media neergezet als favoriet voor een grote wedstrijd. Ja, en als het dan een aantal keren achter elkaar... elke keer niet lukt, omdat ik zelf weer een bocht verknalde of ik ziek werd. Van allerlei redenen
Maar dan, ja, dat gaat aan jezelf knagen. Dat, tenminste, bij mij wel. Te grote last op de schouders van Bokito, zeg maar. Ja, ja, nee, dat, ja. Ja, dat gaat toch aan je vreten. Dat je dan, en je voelt je eigenlijk steeds gek genoeg, omdat je elke keer nog een stapje verder kwam. Dat kwam ik wel. Je ziet de buitenwereld je als misschien een soort steeds succesvoller. Mm. Hoewel je natuurlijk wel steeds krijgt van waarom word je weer vierde? Of waarom word je geen wereldkampioen? En ondertussen ga je jezelf een steeds grotere kneus vinden eigenlijk. Wat heb je geleerd dan van die periode? Nou, wat ik ervan geleerd heb, is dat ik op de eerste plaats dat ik gewoon het vooral wel wil blijven doen omdat ik het leuk vind. Je moet vooral doen wat je leuk vindt. En dat klinkt altijd heel makkelijk, want ik heb ook heel vaak, of wel vaker, de vraag gekregen vanuit de topsportwereld, een topsporter die vastliep van wat zou ik moeten doen om weer verder te komen? Dus ja, de eerste plaats, en dat klinkt heel makkelijk, want ik weet ook dat het moeilijk aanslaat, maar ga gewoon terug naar die basis. En waarom vond je dat spel of die sport of wat je ook deed leuk en ga daar weer naar op zoek. Maar ik weet dat dat ook een beetje vaak bij topsporters aan dovemansoor is gericht. Het gaat meer om de prestatie dan de lol dan, zeg maar. Ja, daar schuif je wel steeds mee heen in topsport. Dat gevaar zit er wel in en dat geldt niet voor iedereen hoor. Dat is ook wel, maar je ziet dat wel meer gebeuren in topsport natuurlijk. Ja. Dat mensen op een gegeven moment eigenlijk het... Kijk, ik ontdekte toen ik het... door die depressie die net zei, het me echt niks meer interesseerde, het hele schaatsen. Dat ik echt helemaal losgelaten had. En dan kun je zeggen, loslaten, van nou, ik laat het een beetje los. Het interesseerde me echt helemaal niks meer wat er ging gebeuren op schaatsgebied. Mm. En toen, meer als een soort dagbestreding, was ik gewoon nog een beetje aan het sporten gebleven en aan het schaatsen. En toen kwam langzaamaan, toen er een beetje vooruitgang kwam in mijn hoofd, toen kwam er ook weer, toen ik aan het schaatsen was, langzaamaan het gevoel van, hey, eigenlijk is dit best wel leuk om te doen. Ik vind het eigenlijk wel gewoon weer mooi. Nou, het was jaren weg geweest. Ja. Ja. Hey, nou is het heel lastig voor mensen nu, hè, die schaatsen. Het is heel anders. Ze zitten in een bubbel, is geen publiek en morgen begint het. Hè. Ja. Hoe stressvol is dat nu voor schaatsers, denk je? Nou ja, ik denk dat voor topsport is dit wel... maar goed, voor heel veel mensen op de eerste plaats natuurlijk in de hele maatschappij. Maar het natuurlijk wel een heel zwaar jaar is. Omdat topsporters denk ik ook wel sterk de neiging hebben om... nog neurotischer dan veel mensen met alle veiligheidsmaatregelen om te gaan, denk ik. En zichzelf heel erg willen beschermen voor een eventuele besmetting. Omdat dat natuurlijk ook... gewoon veel gevolgen kan hebben. Je ziet dat ook een aantal topsporters die het gehad hebben, toch echt lange tijd nodig hebben om te herstellen, om weer een beetje op niveau te komen. Dus op de eerste plaats zijn ze natuurlijk heel erg op zichzelf gericht met hun eigen gezondheid. Dus dat is een stressfactor. En daarnaast natuurlijk dat een schaatsseizoen is al niet lang, als je het even over schaatsen hebt. En dat is natuurlijk helemaal nu gereduceerd tot een 5-weekse periode nu dan. Mm. En dat is natuurlijk voor topsporters mentaal ook wel... Ja, de doel is een beetje weg, hè. Voor heel veel is het doel van waar ze mee bezig zijn. Ja. Ga je kijken als laatste, kort? Ik ga wel wat kijken, maar ik heb ook nog weer een fietsafspraak morgen. Ah, vroeg, dus. Jouw leven gaat ook door. Ja. Ja. En wij hebben ook een afspraak, namelijk met Colin Hoeven, die deze uitzending gaat samenvatten. Ja. Colin! Mag ik straks de straat op? Heeft een avondklok wel zin? Nu ook het kabinet gevallen en of het land dan stuurloos is. Zo gaat de lockdown in verlenging, maar is er hoop door het vaccin? Wie kan ons leiden door de crisis? Geef perspectief wat straks weer kan. Job juicht in zijn pyjama, want school blijft langer dicht. Door een groepje te vergeten is op het vaccin nog lang geen zicht. Hoe de lockdown wordt ervaren door ouders van een kwetsbaar kind. Want Annemarie heel sterk in woorden, bescherming gun je ieder kind. De schaatsen aan de wilgen, maar Stefan timmert aan de weg. Hoe het leven na de topsport ook voor goud gaat. Door je hart te blijven volgen, houd je vast aan het plezier. Heeft Bokito in de bouw zijn nieuwe doel gevonden? Geef mij perspectief, maar leg mij uit waarom. Men houdt zich sneller aan een regel als men weet waardoor het komt. Houd nog even vol, maar wil weten voor hoe lang. Wanneer mag ik weer de wei in, het ijs op of de kroeg in? Gebrek aan perspectief maakt mensen bang. Nog heel even geduld, maar voor hoe lang?
zien. Dank aan onze gasten. Stefan Groothuis, ga je goed, jongen. Hubert Bruls, dank voor uw komst. We zien u graag weer terug. Annemarie Havenkamp, knuffel voor Job. Dank je wel dat je er was. En u bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Dag. Dag.